Zie je, het is je panna, Steven vechten. Yeah! Oké. Okay. Ik zou vandaag naar school moeten, alleen er zijn een paar problemen. Ik ben wakker. En ik heb dit heel vaak, want ja, ik ben natuurlijk hartpatiënt. Ik werd wakker en ik kon weer niet omdat ik gisteren blijkbaar te veel heb gedaan. Hoe? Ik heb geen idee, maar ik heb blijkbaar te veel gedaan. Ik werd wakker. Ik had zo'n last van mijn hart. Ik was moe. Dus ik heb helemaal geslapen tot met, ik denk, 1 uur ongeveer. En nu pas ben ik wakker. Ja, ik vind dit natuurlijk zelf ook heel vervelend, want ik wil gewoon naar school, ik wil mijn diploma halen. Ik kan dan niet meer de werk doen en dingen wat ik wil, dus ik erger me echt dood dat ik dan dit ook weer niet kan, echt. Alleen dat maakt niet uit, ik doe mijn werk thuis, alleen ik moet nu even school even goed gaan mailen weer, dat ik weer even last heb. Dus ik ben bezig, ik moet vandaag voor school moet ik een spotprint maken. Dus dat is dingen uit het nieuws en wat je dan grappig ongeveer gaat wegleggen. En ik heb wel een ideetje, waarom ik dat heb bedacht weet ik niet, maar ik vond het wel grappig. Ik laat dat jullie zo allemaal zien. Ik wil vandaag wat dingen doen met Bo en er komen heel veel leuke dingen aan vandaag. Dus vind je deze video nu al leuk, zorg ervoor dat je dan even liked. En ik ben hier aan het chillen met mijn kat, Snoes. Zeg eens hoi, Snoesje. Wat een poepie. Ik heb een probleem. Ik heb 2 laders en allebei werken ze niet. Dit zijn mijn kettings. Ice, ice, baby, yeah. Dus ja, ik ga even weer naar het andere huis. En ik ga de dingen bedenken wat ik moet maken. De spotprint. Ik heb mijn pyjama zelfs nog aan. Ik hou het eerst nu ook gewoon nog aan, want het is gewoon lekker. Of ik doe mijn wansje aan. Nee, geen zin in. Ja. Ben je nieuw? Zorg dan zeker voor dat je ook even abonneert. Want dat zou super chill zijn, super lief ook. En dan gaan we nu die kant op. Ik ben ook best wel heel blij vandaag. En gewoon met de dingen. Want het probleem was dat ik niet echt wist wat ik wou doen. Qua gewoon met mijn leven. Alleen nu ik ik weet niet. Iets in animatie of zo vind ik heel vet. Heel leuk. Kijk, logos maken kan ik. En het is leuk om te doen. Maar het is niet iets wat ik mezelf zie doen. Waar ik gelukkig van word. Maar om dan Cinema 4D en dingen te gebruiken. Ja, ik weet niet wat het is, maar ik word er gewoon heel enthousiast van. Dus wat ik heel graag wil gaan doen is iets in animatie en dingen. Dus ik ga me daar heel erg op richten deze maanden, om daar beter in te gaan worden. En ik laat jullie ondertussen ook wel dingen zien. Of niet, schatje? Ik ben hier met mijn vriendin. Hoi, Bo, kusje. Dus kom zoenen, Bo. Dankjewel. Hij likt mij in camera. Bo, waarom lik je mijn camera, Bo? Waarom lik je mijn camera, Bo? Bo, 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 wat doe je, Bo? Bo, 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 Bo. Wat is dat? Wat is dat? Wat is dat? Kijk eens, wat is dat? Oh, wat is dit? Wat is dat? Wat is dat? Bo, wat is dat? 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 Kom, 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 kom. Ren. Wow. Niet stupid, dat is helemaal niks, dat is helemaal niks. Bo spelen? De buiten spelen? Ja, hè? Bo we spelen. Kom op. Laat maar, hij is lui. Hij wil niks. Die hond deugt echt niet. Ene keer wil die gewoon spelen en dan wil die ineens niks meer. Kijk, dit is onze beunhok. Yeah. Yeah. Ik loop hier met mijn pyjama. Yeah. Die hond doet echt niks. Gewoon, hij staat nu nog steeds op dezelfde plek. Pak hem. Oh, wat liefie. Nou, jij blijft buiten. Hij is nog niet buiten geweest vandaag. Lui beest. Koop je een hond, denk je, oh leuk. Oké, dus ik heb iets gevonden wat ik heel graag wil gaan proberen. Dus ik laat je zien wat het zo is. De nerd komt weer in mij naar boven. De nerdo. Dus ik ga je laten zien. Be right back. Of niet, Bo?
Of niet, bro? Oké, dus ik ben nu aan het renderen. Ja, dit gaat wel echt lang duren, want hij moet elk stukje 200. Even kijken. Oké, ja, dus ik moet 200 plaatjes en hij is nu nog maar bij plaatje nummer 35. Dus dit gaat wel een tijdje duren. Wat ik nu aan het renderen is meer gewoon een test om te kijken hoe het programma echt werkt en dingen. Want ik heb nog nooit met het programma gewerkt. Ja. En straks komt iemand langs. Iemand die jullie kennen. Ik heb honger. Ik heb zin in eten. Dus ik ga denk ik even thee maken. Want thee is hartstikke lekker. Mensen die zeggen thee is vies. Eeuw, thee is vies. Eeuw. Ik snap dat niet. Wat is er nou vies aan thee? Laat het achter in de reacties. I don't get it. Thee maken is ook makkelijk. Dat is het enige wat ik kan. Oké, ik ga eten. Wie doet zijn schoenen ook altijd zo aan? Eigenlijk moet dat niet, maar ja. Dat maakt niet uit, want ik heb honger. 1, 2, 3. Chappen. Deur is open. Ik weet niet wat zij is. Ik dacht het niet. Hoi, Bo. Joep, we eten soep. Joep, we eten soep. Lekker. Ook, voek. Soep eetje met een unicorn. Ik dacht, ik ga iets super handigs doen. Als hartpatiënt mag geen koffie, dus ik heb koffie gemaakt. Ja. Dat dacht ik. Oké, dus kijk eens wie hier is. Roomboter. Ik heb net, ze heeft me net een bloedneus geslagen. Niet waar. Maar ik mag dat niet. Hij heeft het aan mij afgeveegd. Hey, jij deed mijn hoofd zelf nou een heel toe. Maar oké, dus Romy. We gaan een spelletje doen. Ben je er klaar voor? Ja. Ja? Ja. Als je kijkt. Degene die kijkt moet elkaar een kusje geven. Of niet best friend? Ja, best friend. Ja? Oké, kom dan. Okay. Wat we gaan doen is, als ik zo doe, dan mag je niet die kant op kijken. Wel omhoog, links, naar beneden. Niet recht vooruit. Ja? Je kent het spelletje. En als je het fout is, krijg ik een kusje. Hebben we een deal? Oké, deal. Oké. Je mag niet vooruit kijken, zeg. Oké, ja? 3, 2, 1. Terug. Je moet dat sneller. Doe je... ik ook. Nee. Jij doet dit. Ik kijk of zij. Oké, doe dan. Yes? Nee, dan doe ik niks. Oh. Dan ga je terug. Ja. Nee, ik snap het niet. Jij zegt wat ik kusje, doe. Kusje. Yeah. Oh my god, een kusje. Nee, doe maar, vriendin. Oké. Kusje. Het is nu ineens al 11:30 en ik ben de hele dag bezig geweest met dit. Kijk. Hij is nog aan het renderen, maar dat is gedeelte uit de scène. Ik ben nu eerst aan het kijken van hoe nou alles werkt in het programma en andere dingen. Dus ik ben daar de hele dag mee bezig geweest. Ik wou nog heel veel andere dingen doen. Maar blijkbaar als je één fout maakt en je gaat renderen, moet je alweer een uur renderen. Renderen is dat je de video dus exporteert. Dus dat duurde al een uur. En nu moet hij, wat was het, 3 uur of 4 uur gaan renderen voordat hij pas klaar is. En stel er zit een fout in, dan mag het opnieuw. Maar ik was heel, ik weet niet wat het is, maar ik wou er heel graag heel goed mee bezig. Dus ik heb dat heel de dag gedaan. En voor de rest, Romy kwam vandaag nog langs. Ze had mijn McDonald's voor me meegenomen. En we waren even zelden aan het spelen en dat was het wel. Dus het was niet zo'n super bijzondere dag. Kwam ook omdat ik super veel last had van mijn hart. Morgen ga ik weer wat anders doen. Morgen ga ik proberen, denk ik, te skaten voor het eerst weer. En dan probeer ik weer de vlog even wat langer en wat leuker te maken. Maar ik had deze paar dagen even heel erg druk. Want ik wil gewoon... Ik wil iets maken waardoor ik later wel een baan of zo natuurlijk kan hebben. En misschien als ik dit leuk vind en meer mee wil gaan doen... kan ik het ook altijd nog gaan gebruiken voor een YouTube video of iets. Dus dat was het wel. Ik ga nu even tandpoetsen, slapen. Ja...
dat was dan de vlog. Vond je deze vlog leuk? Zorg dan zeker voor deze like en abonneer. En dan zie ik je morgen weer bij een gloednieuwe vlog. Doei doei! Yeah.